bij Jong PSV Bart Ramselaar in de basis. Omdat hij zijn plek kwijt is aan Gutierrez in de selectie van Mark van Bommel. Dit is Okita, vroeg in de wedstrijd. Okita en Sven Braken met de 1-0. Goeie goal zeg van de spits van NEC. 10e minuut wedstrijd, de openingsgoal dus voor NEC. Hoekschop en Braken opnieuw. Doelman van Os kansloos. Goeie kopgoal van Sven Braken. De spits van NEC. Zit inmiddels in blessuretijd. En deze wordt van richting veranderd. Het is ineens 2-1. Ferret. Het is bijna rust. De voorsprong dus voor NEC dat in de eerste helft best aardig speelde. Dit is goed weggedraaid. Dit is een fantastische goal. 2-2 Pirou. Wat een eerste helft zeg. Dit is goed gespeeld door PSV. Komt daar ook nog de 3-2 aan. Nou, hij kan er zomaar in. Uitgerekend Bart Ramselaar. Drievoudig international. Gedaald in pickorde bij Van Bommel. En dus spelend bij de belofte ploeg van PSV. Maar wel belangrijk. Opnieuw Ramselaar. Ramselaar staat nog steeds vrij. Die komt hier in balbezit. Ramselaar heeft wat ruimte. Ramselaar kijkt, kijkt, kijkt. Schiet, schiet, schiet. En het is 2-4. Van een 2-0 achterstand naar een 4-2 voorsprong. En de tweede goal van Bart Ramselaar. NEC heeft nog weinig tijd om wat aan die 4-2 achterstand te doen. Invaller Romney, hij doet het. 3-4. Het jeugdig talent van NEC staat helemaal vrij. Gaat het weer gebeuren in de absolute slotfase. Voor rust was het in het voordeel van PSV. De officiële tijd zit erop, 3 minuten in blessuretijd. Vida van de Kerkhof wil fluiten, het is 4-4. Wat een spektakelstuk in Nijmegen. En NEC houdt er een punt aan over. Door diep in blessuretijd de 4-4 te maken.